Zo, kun je even de bank vastpakken? Zo. Ja, die zijn heel zwaar op de benen dit. Ik gebruik ook andere spieren dan ja, klopt. Miljoen. Eén van jullie gaat wat verder naar boven en de andere blijft op de onderste helft van de baan. En dan ga je gewoon proberen gewoon heel rustig in die vloek van de ene kant naar de andere kant te gaan. Wil je gaan sturen, ga je gewoon ietsje meer op dit been staan. Je moet je voorstellen als jij hier bijvoorbeeld een 6-lessen-reeks hebt, dan zijn ze eigenlijk 6 keer een half uurtje totaal op de baan. En die 6 keer een half uurtje ben je waarschijnlijk ongeveer net zo goed als iemand die een week lang in de sneeuw heeft gestaan. En dat maakt een hoop uit. En er zijn ook een hoop mensen die komen hier om gewoon te trainen, om alvast de spieren warm te krijgen. Want je hebt toch veel mensen, die krijgen de derde dag in Oostenrijk of in de sneeuw, merk je dat ze op een gegeven moment heel vermoeid beginnen te worden en dan slaan ze nu helemaal over. It's a little bit painful. I use muscle now I don't use to in running football, so I hope it's no problem with to training tomorrow. Otherwise, the trainer will be angry at us. Het was zwaar, zwaarder dan ik had verwacht, moet ik zeggen. Dus ja, ik weet niet. Hij komt goed, denk ik. Geen probleem. Nu voelt het al beter. Dus, ja. Maar in het begin was het wel zwaar, hoor. We hebben langlauf 2 goeie en biathlon hebben we ook 2 goeie en in skiën hebben we Anja Persson 1 goeie. Dus er komt zeker een paar medailles, hoop ik. I prefer ice hockey, so I will try to watch it as much as possible. Of course, skiing, we have some good chances to win the gold medal, so hopefully I will follow as much as possible. De ijshockey finale gaat de nacht voor de Feyenoord-wedstrijd thuis, dus die mag ik helaas niet zien. Goed, we gaan allebei nog even lekker 1 keer gewoon lekker skiën. Jij gaat boven, jij beneden. En blijf gewoon rustig die bochtjes maken. Het ging echt heel erg goed. Je kunt merken dat ze sportief aangelegd zijn en dat zij gewoon het gevoel hebben. En ze zijn best wel ver gekomen ook voor de eerste les. Je mag je skis losmaken.